Oh boy. Stel die tent die een T-book opnieuw. Dus hoe breek je een hele server kapot? Ja, wij laten gewoon zien hoe je een server kapot maakt. Oké, maar even stoppen, oké? Stop gewoon, jongen. Oké. Kom maar, jongen. Stop ermee. Doe die fucking 10 D-blokken weg. Nee! Oké, waar ga ik een kasteel bouwen? Ik weet het niet. In de zee of? Ik weet niet. In de zee, dat is slim. Dank u. Oh, waar zijn die blokken in? Zijn die kapot? Seeds for everyone! Seeds for everyone! Seedlings do yourself already. De wereld laat niet! De wereld laat wil niet. Nee. Hey, ik heb nog een ding gevonden, nog een map spawner. Oké, fijn boy. Van een spin. Van een spin, hoe ben ik boy. Ik heb een fijn gevonden, oh yeah. Weet je wat? Wat bent je? Ik doe een TP, Seedling, Satif, Asi, Borg 1. Wat wil als in dit bos dingen maken? Wat? Wat wil je maken? Hier gaan we kasteel en dorp maken, maar dan moeten we eerst wel van de bos weg. Dus daarom... De Bloody Games is natuur vijandig. Wij zorgen ervoor dat 30% van Minecraft bossen zijn omgekapt of opgeblazen of in vuur is opgegaan. Hey, kijk, het smaakt. Bloody Games presenteert u bomen die in brand staan. En hoe dat ze... Bomen vliegen op de maan. Allee, dat die bomen weg zijn. Ik kan hem maar niet eens zien. Maar het kan dus toch wel een keer spelen. Bram met de spin. Sukkels. Maar wat zit jij nu om die fucking TNT te gebruiken? Ik blaas een boom op. Geen TNT. Brand is nog erger, want dat blijft langer. Als je nog één keer TNT gebruikt, kik ik je niet. Dan ben ik u. Ik ben het mij niet pijn. Jawel. Nee. Ik ben de eigenaar van die server. Dit kun je nog steeds weg. Dat is niet waar. Jawel. Nee. Maar kan ik mij direct terug om in bannen, hè? Weet je wat? Ik kan me zorgen dat deze server naar kut gaat zonder TNT te gebruiken. Ik ga als niet doen. Jij doet het ook. Ja, jij dacht dat moest. Ik alleen dit veld, oké, geen andere meer. Nee, we moeten het echt heel groot maken. We moeten deze hele bos weghalen. Nee. Als je de volgende keer nog eens fucking TNT gebruikt, hè? Obi, als je nog één keer zeurt. Obi, als je nog één keer TNT gebruikt, kijk ik.
Dit is echt mooi. Kom aan, dit is genoeg, hè? Nee. Maar ja, wel. Want ik wil een gigantisch groot kasteel maken. Gast, het is overdreven groot. Kijk, ja, dit is genoeg. Maar het is leuk om bomen in brand te zien. Ja, kom maar. Stop er nu. Nee. Oké. Ik denk dat dit wel iets te klein is voor een dorpje, eerlijk gezegd. Weet je wat je een kasteel in de zee maken? Ja, snel gaan daar maken. Nee. Niet meer brand steken, stout. Maar ik had als mensen met plannen gehad en die was ik iets meer te doen. Hoe dat spijt erop. Ik hoop om het allemaal gewoon op één grond te maken, dat is niet te doen. Help dan, en wat is daar opblazen? Nee, niet opblazen. Goed hoor. Ik heb iets geleerd. De zand is vlambaar. Kom maar even helpen. Echt een echte zand. Ja, ik kom aan, ik kom aan. Er staat hier geen dingen voor een container. Ik had fucking TNT op je hoofd gekikt. Dat je mij helpt. Help me. Ik heb een vraagje. Is het possible om twee servers te gebruiken? Ja, om te maken. Ja, maar Thomas, ik heb restjes. Kun je ook niet dat direct allemaal in één doen? Zullen we allemaal direct plat maken? Mijn comments. Gaat dat normaal niet? Nee, kan ik. Denk ik. Vraag de mensen, ik moet kijken. Sorry. Wat jij zeggen? Tuurlijk, jong. Tuurlijk. Kom op, we moeten alles nog helemaal goed doen, met alles. Dan de panties, groot.
Weg mee! Kijk, ik heb al zo die dan deze kant, dus en die kant. Ik was daar eigenlijk mee bezig voor een keer hoor. Ik ga het hier even ophouden met recorden. De survival serie komt snel terug. We hebben onze huizen verlaten. Ja, dat klopt. We gaan even onze panden nu creëren en dan gaan we de oude dingen weer aan. Ik doe nog wel survival single player. Misschien de Job en het ook. Gaat hij het filmen hoe hij in zijn eentje survival doet. Yep. Like a boss. Maar als die het doet, dan is het fijn. Ik denk dat hij binnenkort wel Modern Warfare 3 filmpjes gaat uploaden, toch? Yep. Dus ja. Tot straks.